Vandaag over spataderen. 1 op de 4 Nederlanders heeft er last van. En meestal kunnen spataderen geen kwaad in. Nee, een behandeling is ook meestal niet nodig. Maar wie toch klachten krijgt, kan er met een kleine ingreep zo vanaf geholpen worden. Zometeen een gesprek daarover. We kijken eerst even hoe dat werkt. Zo ziet de spatader van mevrouw Settintas eruit voor de behandeling. Het is geen vrij gezicht, maar vooral ook heel vervelend. Want mevrouw Settintas heeft veel last van de spatader. Als je staat, want ik doe staand werk. En dat is eigenlijk, ja, 's nachts word ik wakker. Door de pijn vaak. De behandeling duurt maar een paar minuten. De dermatoloog spuit schuim in de ader. En in het schuim zit een oplossing die de ader stuk maakt. Dan gaat er een proces, een verlittekeningsproces, zet zich in gang. Waardoor het lichaam die eigen spatader gaat opruimen. Dus dat duurt nog een aantal weken voordat die restloos weg is. Maar in principe gaat dat zonder veel klachten. Mevrouw Settintas heeft aanleg voor spataderen. Het zit in de familie. 12 jaar geleden is er ook al aan geholpen. Maar deze behandeling heeft ze nog niet eerder meegemaakt. Het gaat goed. Dus ja, ik zou zeggen van mensen hoeven eigenlijk heel niet bang te wezen. Het is eigenlijk zo gebeurd. En zo ziet de spatader van mevrouw Settintas eruit na de behandeling. Straks is er van de buitenkant helemaal niks meer van te zien. En als het goed is, is er straks ook van de pijn af. We zagen hem al in de reportage. Koos Sanders is bij ons, dermatoloog in het UMC Utrecht. Goedenavond, fijn dat u er bent. Dit is in januari opgenomen, een week of 6 geleden. Hoe is het nu met mevrouw Settintas? Het gaat heel goed met haar. Ja, ze is, heeft minder klachten en de spatader is verdwenen inderdaad. Oké, dus dat is mooi. Minder pijn inderdaad. Zeker. Want het zat bij haar in de familie, hè? Ja, klopt. Is dat de meest voorkomende oorzaak van spataderen? Ja, spataders is eigenlijk iets wat je van huis uit meekrijgt van je vader en je moeder. Kun je niks aan doen? Eigenlijk kun je er niks aan doen. Dus als ik vaak met mijn benen over elkaar zit of een staand beroep heb, kapper ben of conducteur, dan hangt het er alleen maar vanaf of het al in mijn familie voorkomt. Dat is eigenlijk de grootste risicofactor. Als het in de familie zit, dan ben je van huis uit, heb je een ader meegekregen met die de kans geeft op vaatwandzwakte, waardoor die wat kan gaan uitzetten. Als je dan een beroep hebt, zoals kapper, waarbij je lange dagen moet staan, dan kan er natuurlijk best wel wat extra druk opkomen. Misschien krijg je wat eerder last van de spataders. Okay. Maar de aanleg is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar waarom hoor je dat dan altijd, hè? Ja. Dat je niet, zoals ik nu zit, met de benen over elkaar moet zitten? Ja, met de benen over elkaar zitten vind ik eigenlijk een fabeltje. Dat is niet de oorzaak voor spataderen. Goed. Dus dat kun je eigenlijk rustig doen. Ja. Hier is alvast heel duidelijk. We zagen net dat u schuim aan het inspuiten was bij die ader. Maar dat is niet de enige manier, hè, waarop je er vanaf kunt komen. Klopt. Dat is er meer manieren. En eigenlijk, als je alle manieren samenvat, komt het erop neer dat je de spatader stuk maakt. En de chirurg die kan een techniek gebruiken waarbij hij de spatader eruit haalt. Mm-hmm. Dus daadwerkelijk verwijderd. Maar andere manieren, zoals laser of stoomtherapie, die maken de spatader van binnenuit stuk, meestal met hitte, zoals laser en stoom. En daarna, net zoals bij de schuimmethode, treedt er een opruimreactie op door het lichaam zelf. En dan komt hij nooit meer terug? Of die plek tenminste? Ja, die spatader die je dan behandelt, die blijft weg. Nou, maar, er is dus een heleboel aan te doen. Je hebt nog steeds aanleg. Ja, precies. En het zijn niet alleen oudere mensen, want dat denk ik dan. Spataderen, dat is iets van oudere mensen, maar dat is dus niet zo ook. Nee, zeker niet. Als je aanleg hebt, kun je het ook veel jonger krijgen. Ja, zeker. Ook op 20-jarige leeftijd kun je best spataderen ontwikkelen. En 1 op de 4 Nederlanders, dat is gigantisch veel. Hè, daar keek ik echt van op. Ja, heel veel. Dank voor uw heldere uitleg. Er valt wat aan te doen met UMC Utrecht. Zeker.